Hello guys, welcome back to this new video on my new channel, my English channel. Wat? Engels kanaal? Link in de beschrijving. Nee, grapje, ik heb geen Engels kanaal. Slecht cringe intro, maakt niet uit, want we zijn terug met de nieuwe Everton carrière mode. Jullie zien nu het mooie beeld, ja, zoals jullie zien, het mooie beeld. Dan gaan we naar kalender. En dan zie jij deze ontiegelijk lastige maand. Er zijn nog 2 maanden te gaan van het eerste seizoen. Dus deze maand, dus ze hebben de laatste maand, maar eerst april. Manchester United, Chelsea, City hebben 2 redelijk makkelijke. En dan hebben we daarna Wolves, dan hebben we Aston Villa en hebben we nog Arsenal. Dus dit is de maand waar alles kan gebeuren. We kunnen alles verspillen, maar we kunnen ook zelfs nog hoger op de langreis eindigen. Het wordt gewoon enorm lastig om die 4e plek te vasthouden. We zijn zover in het seizoen. We willen het niet meer weggeven. Zo simpel is het. Ik wil voor die 4e plek gaan. Maar ja, het gaat lastig worden zoals ik net al zei. Het gaat echt lastig worden. 5e plek ben ik ook tevreden mee. Maar nu zijn we zover. We staan nu dus gewoon rustig met 6 punten boven op Chelsea. Dus ik wil dit niet meer weggeven. Maar als je ziet tegen wie we al moeten. De United City, Chelsea, Arsenal, Wolves, die staan dan niet zo goed in deze game. Maar die zijn in principe nog wel redelijk goed natuurlijk. Ja, dit is gewoon, het wordt een hele klus om dit te gaan doen, jongens. Maar voordat we gaan beginnen, want ik ga vandaag 3 wedstrijden spelen. Dus het wordt een langere aflevering dan normaal. Ik hoop in ieder geval dat mijn microfoon niet de hele tijd uitvalt. Want bij de Ajax carrière mode die ik had opgenomen, heb je die niet gezien? Check die zeker even. Link in de bus. In het i'tje. Maar ik heb dus, daar heb ik dus 3 keer gehad dat mijn microfoon is gekapt met het geluid. Dus vandaar dat ik af en toe daarheen kijk. Want daar staat mijn mixpaneel, zeg maar. Mijn opnameprogramma met de microfoon. Dus ik hoop dat hij het blijft doen. Ik ga sowieso een nieuwe microfoon halen, want deze is sowieso versleten. En aangezien ik nu toch wel weer wat geld gespaard heb, wat ik dus heb verdiend met YouTube. Het is niet veel, dus vandaar dat ik nu na 4 maanden spaar eindelijk een microfoon kan kopen, nieuwe. Dat maakt niet uit. Ga ik er een halen. Dit duurt al veel te lang. We hebben een lange aflevering voor de boeg. Laat zeker een like achter als je zin hebt in deze serie. En let's go. Jullie zien zo de line-ups. De Manchester United. Oké, hun hebben een redelijk team. Een goed team. Wij hebben een goed team. Alleen bij hun staat Matić op CAM. Een beetje verrassend, want Bruno Fernandes en Ødegaard zitten op de bank. Maar ja, niet onderschatten natuurlijk. Oké, rustige voorblijven. McTominay heeft vrij veel ruimte. Hier is Mason Greenwood. Dol Digne uit, maar Digne is daar niet van gediend. Dus we kunnen misschien nu een counter opzetten. Gamez is niet de snelste. Charlison liep al vrij, dat zag ik niet. Dan geeft hij zo slechte paas. Nu oppas voor de counter. Want, oké. De counter. Is dit dan de beste counter in de afgelopen tijd? Rodriguez, waarom achter stambeen? Waarom deed ik achter stambeen? Dat was bijna een doel op de paal. Bijna 0-1 voor ons, maar waarom deed ik achter stambeen? Nee joh, scheids. Oké. Volgens mij is dit een vrije trap. Geen kaart voor Hinteregger. Het was wel van achter, dus het is wel terecht. Misschien een vrije trap. Ik zag het niet helemaal zelf. Ja, ik zag het zelf niet helemaal goed. Ik hapte, ja. Dat is niet de bal. En een vrije trap op een hele gevaarlijke plek. Voor mensen die snijden met Rashford achter de bal. Of Donny van der Beek. Ik denk dat ze gaan afleggen. Dat doen ze niet. Rashford gaat schieten. Redding van Pickford. En weg die bal. Ik merk dat dit een pittige wedstrijd is. Dus we moeten echt van de counters hebben. En dit is misschien zo'n moment. Het duurt allemaal te lang eigenlijk. Jan Ozai voorzet. Die is er dicht bij de keeper. Oké, jagen. Jaag maar met Hinteregger. Die onderschept goed. En die wint nogmaals. En 3 maal scheepsrecht. Nee. Moeten oppassen, want United speelt beter. Dus in de rust moet er misschien echt wat gaan veranderen. Ja, ik weet niet. Natuurlijk is United geen slechte ploeg. Staan wel laag op de ranglijst. Maar we hebben het erg zwaar. We hebben zelf ook een grote kans gehad. Die per ongeluk achter stand mee deed. Oké, Jan Ozai. Ik denk dat ik hem ga verkopen voor een transfer. Dus voor een seizoen. Want ja,
hij is niet helemaal wat het is, zeg maar. Het is niet wat ik van hem gehoopt had. En Madueke is niet goed genoeg voor volgend seizoen om het eerst te spelen, denk ik. Dus ik denk dat we volgend seizoen Janu zou moeten gaan verkopen. Laat het weten in de reacties, want ik heb geen idee. Hij presteert gewoon niet echt... niet echt zoals ik zou willen. En... ja, Games gaat er ook uit, want die is moe. Die heeft goed gevoetbald. De enige die wel een balletje normaal kon passen, of een van de weinigen. En dan wissel ik hem puur omdat Iwobi toch misschien iets meer creativiteit heeft op het middenveld. En toch iets sneller en behendiger. Oh, een hele goede bal op Mason Greenwood. Pickford moet het doen, nee. 5-6 nu. 1-0 voor United op Old Trafford. Mason Greenwood, de nummer 11 die het doet. Wat een bal. Echt een perfecte bal. Ik weet niet van wie het was. Is dat Bruno Fernandes? Volgens mij wel. Wat een assist. Ja. En ze staan achter. En terecht. En terecht. Zo simpel is het. We spelen gewoon niet goed. Dus ze is terecht op achter staan. Ik ga toch nog even... Melle erin in plaats van Sanchez. Want ik ben bang dat Sanchez anders nog rood gaat krijgen. Want ik hou van hard tackelen. Maar dat kan dan niet als hij al geel heeft, zeg maar. Oké, McTominay. 2-0. Ja. Terecht, United speelt veel beter. United laat zien dat ze echt nog willen strijden voor een plekje in Europa League. Want ja, ze staan achtste en Champions League kunnen ze nog wel halen. Maar ja, weer een assist van Bruno Fernandes volgens mij. Nou, wat een invalbeurt heeft hij. En wat laten wij het liggen? Wat laten wij het liggen achterin? 2-0. Misschien dan nog snel de aansluittreffer kunnen maken. Oké, wat een fout. Wat ben ik aan het doen? Wat ben ik aan het prutsen achterin? 3-0. Jantje. Wat ben ik aan het doen achterin, zeg? Ik wilde eigenlijk dat... die middenvelder, die nummer 21, Gomez is dat hij in de bal zou komen. Maar kwam hij niet. En toen wacht ik te lang. Waardoor we de bal op spelen en 3-0 achter staan. Wat laten wij het hier liggen, jongens. Wat laten wij het hier liggen. Ja, scheids, voor mij mag je affluiten. Het is klaar deze wedstrijd. Moet focus houden op de volgende wedstrijd. Oké, de wedstrijd hebben we verloren met 3-0. De wedstrijd om snel te vergeten. Ja, en zo gaat het nog spannend worden. Als we elke wedstrijd zo gaan spelen, gaan we echt niks winnen. Niks lukte, niks kwam aan. Ik heb geen idee hoe dat kan. De ene keer gaat het zo makkelijk. En de andere keer lukt helemaal niks. En het is echt absurd. Ja, United heeft dik verdiend gewonnen. Maar ik word er een beetje niet frustreerd. Maar ik snap niet precies hoe dat kan. De ene keer spelen we zo goed. En de andere keer lukt helemaal niks. Natuurlijk, je kan een off day hebben. Maar dit is al... de laatste twee afleveringen is dit al het geval. En... ja, misschien moet ik toch iets gaan veranderen. Want ik wil die vierde positie vaststaan. Ik wil Champions League gaan spelen voor een seizoen. Hoe onrealistisch het ook is, dat is de doelstelling van FIFA en we staan vierde. Dus als we het nu nog weggeven, is het echt onze eigen schuld. Ik ga eigenlijk mijn best doen om het gewoon proberen nog vierde te worden, maar... of te blijven in ieder geval. Maar dan moeten we gaan veranderen. En wat weet ik niet precies. Dat moeten we even aankijken in de aankomende wedstrijd. Oké, de wedstrijd tegen Chelsea komt er dus aan. En ik ga experimenteren met de opstelling. Weet je, het is heel riskant om aan het eind van seizoen nog te experimenteren. Maar de laatste wedstrijd lukt het gewoon niet. Het zit er niet in. Jan Muzai is helemaal uit vorm. Is eigenlijk nooit echt in vorm geweest. Heeft af en toe wel het goede dingen laten zien. Dus die wil ik echt verkopen voor een seizoen. Hoe zonde het ook is. Want hij is echt veel gegroeid. Hij is echt groot geworden. Maar hij speelt gewoon niet zoals ik zou willen. Ik ga met twee spits spelen. Ik ga eruit spelen. Januza gaat eruit voor Doucouré. Ik doe het zo. Alan even kijken. Ja. Twee spits dus. Richarlison en Calvert-Lewin. Heel riskant misschien. Maar... ik ga het doen. Ik denk dat ik het zo ga doen. Ik weet niet waarom Iwobi ineens... ineens min 3 heeft, Januzaj. We gaan het zo doen. Heel riskant om een andere opstelling te gaan proberen. Maar toch ga ik het doen. Laten we meteen gaan beginnen. Alright. Everton tegen Chelsea op Goodison Park. We moeten deze wedstrijd gewoon winnen. Weet je? Dit wordt echt de spannendste wedstrijd misschien wel van heel dit seizoen. Want we zijn al dicht tegen het einde aan. Chelsea staat 3 punten achter ons. En... wij staan 4 Chelsea 5, dus als wij verliezen, dan komen we op even aantal voor punten. Als we winnen, lopen we 3 punten uit. Dus het is heel belangrijk dat we deze wedstrijd gewoon gaan winnen. Volle focus, andere opstelling. Het is helemaal heel leuk dit. Ik ga de opstelling even anders bekijken. Zo, spelersbeoordeling. Dit is onze opstelling. En dit is de opstelling van Chelsea. Timo Werner,
Douglas Costa, dat is zo'n lastige speler om tegen te spelen. Kante, Jorginho, Havertz en Victor Moses, CAM. Ja, de achterhoede is gewoon redelijk. Chilwell goed, Romagnoli goed, Kutsuma goed, Azpilicueta. Ja, en Aitor als keeper. Ja, pittige pot. Goed team, hebben we een echt sterk team. Moses, CAM, dus weer heel verrassend. Maar net vond het ook Radamatis CAM stond. Dus, oké, okay, Richarlison. Combinatie met Calvert-Lewin. Terug naar Richarlison. Richarlison schieten. 4 minuten, 1-0. Dit is wat we willen, jongens. Let's go. Eindelijk het doelpunt. Ja, na 4 minuten. Maar ik bedoel eindelijk dat net de United niet lukt om te scoren. Lukt nu. Kijk hoe makkelijk we er doorheen komen. Tikkie veel ruimte. Richarlison geeft Calvert-Lewin. Calvert-Lewin geeft gewoon een perfecte pas op Richarlison. En Richarlison in de spitspositie scoort meteen. Misschien is deze opstelling wel om vast aan te houden. Als het zo blijft natuurlijk, want we zijn pas 4 minuten bezig. Maar Richarlison scoort meteen. Calvert-Lewin met de assist. Dus buiten scoren kan Calvert-Lewin ook assist geven. Oh, heel veel ruimte. We spelen namelijk heel aanvallend, dus er is veel ruimte voor Costa. Ik loop met Alana terug. En die doet het uitstekend. Het is wel een corner, denk ik. Dus we moeten oppassen als het nog voor de corner. Maar ik vertrouw wel in dat we deze weg kunnen werken. Dat gaat met heel veel pijn en moeite, maar het lukt uiteindelijk wel. En ik zie daar iemand. En die kunnen we wegsturen. Richarlison. Actie. Oh. Azpilicueta uit Bosnië. Kom op. Ruimte bij Calvert-Lewin. Dat is niet de beste bal. Oké, we zitten heel veel druk waardoor de bal onderscheppen. Gevaarlijke plek. Calvert-Lewin. 2-0. 6 minuten onderweg. Dit is... De opstelling is gechanged. En het lijkt allemaal weer heel soepel te gaan. En dit is wat ik wil zien. Want ja, sorry, ik ben echt hyped. Wat een bal. Onderschep je de bal. We zijn echt veel druk. Alan. En Gomez is dat, denk ik. Die zetten er wel heel veel druk mee. En ja, perfecte voorzetten. Calvert-Lewin wint het kopduel van... hij komt nog tegen de rug aan. Van Romagnoli natuurlijk. Calvert-Lewin scoort weer. Dit is lekker, jongens. 2-0. Heerlijk. Ruimte bij Richarlison. Richarlison achter standbeen. Wat doe ik nou? Ik heb het automatisch, want ik weet niet meer welk FIFA 17 of 16. Als je L2 niet, dan ging hij vol in het net. Buiten dat was echt heel goed verdedigd. Maar ik moet gewoon normaal schieten en niet tot L2 ingedrukt houden. Want sindsdien doe ik dat eigenlijk altijd. En deze FIFA is dat gewoon achter standbenen en zo. Dus ik moet even rekening houden. Ik ga Iwobi erin brengen. Ik wil toch iets verdedigender gaan spelen. Want Doucouré heeft al een gele kaart. Heel riskant. En dan denk ik dat wij... Richarlison eruit halen. Oh, Richarlison eruit halen voor João Pedro. We hebben gelijk 3 wissels. João Pedro, Iwobi en Meller op CVM. Moet het gewoon even 20 minuten nog vast zien te houden. Misschien nog een doelpunt maken zodat het echt helemaal klaar is. Bijvoorbeeld nu. Okay. João Pedro, Iwobi. Met de acties. Iwobi nu wel achter stand ben. Ja, 3-0. 4-3 taxi minuten. Ik dacht, als je er al zo mooi langskomt, mag je maar wel achter stand ben scoren. En dat lukte ook. Dit is echt een heel mooi doelpunt. Echt een heel mooi doelpunt. Iwobi dus. Iwobi met een doelpunt. Hij is echt zo'n goede invaller. Ik wil hem eigenlijk basisspeler hebben. Maar Gomez is ook zo echt geweldig. Moest kijken. Balrol. 2 man kwijt. Achter standbeen. Chelsea. Wie zijn jullie? We hebben de 3-0 tegen United. De 3-0 nederlaag tegen United hebben we goed gemaakt. Met een... met de score. Een hele mooie score tegen Chelsea. Want ik verwacht niet dat hun nog gaan scoren. Misschien kunnen wij zelfs nog een doelpunt erbij prikken. Ja, het zal wel niet. Maar je weet natuurlijk nooit. Ik probeerde hem daar te doorzien. Maar ja. 3-0 overwinning. Dit is fijn. We lopen nu als het goed is 3 punten uit op Chelsea. Ze hebben dus 6 punten voorsprong op Chelsea. En dat is natuurlijk uitstekend. Dat is natuurlijk echt geweldig. 3-0 overwinning. We hebben 2 kansen gehad. 5-6. Ja, na de 3-0 nederlaag tegen United hebben we het wel goed gemaakt met 3-0 overwinning op Chelsea. Oké, de wedstrijd tegen City ga ik dus simuleren. Niet snel simuleren, maar simuleren dat ik altijd erin kan komen als ze moeten, zeg maar. Dus ik ga gelijk de opstelling weer switchen hier naartoe. En dan gaat Januzaj wederom naar de bank. En mag Doucouré even mij daar spelen. En zit de opstelling. Misschien dat we Delft nog mee kunnen nemen tegen het oude ploeg. In plaats van João Pedro. Oh, nee, niet Sims. Delft. Mag Delft wel een keer mee. Doen we het zo. Gaan we simuleren. Als we in moeten grijpen, dan grijpen we in. Maar ik weet niet. Ik heb een goed gevoel. Heel veel spelers van hun zijn vermoeid. En ik denk, heel eerlijk gezegd, als wij gaan spelen, dat we echt geript worden. En zoals je ziet, we spelen legendarisch 4 minuten. Dat is goed dat ik dat zie, want
Dat moet ik elke keer aanpassen. Ik ben echt te lui om dat in één keer aan te passen. Dat moet ik eigenlijk wel doen. Want ik moet telkens zo aanpassen naar ultiem. En dat is echt heel vervelend. Dus laten we gelijk de wedstrijd simuleren. En hopelijk kunnen we winnen. Ik ga proberen niet in te grijpen. Ook als we achterkomen niet. Want ja, ik wil altijd één wedstrijd simuleren. En ik vond tegen Chelsea toch belangrijker. En ja, de eerste wedstrijd tegen United. Ik dacht, dat kunnen we ook wel winnen. Maar City. Ja. Ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd. Want simuleren werkt bij ons nog wel redelijk goed. Dus we gaan het zien. Dus Captain De Bruyne. Met Aguero combinaties. Nainggolan. Nainggolan. Ik ga toch ingrijpen. Ik ga het risico niet nemen. Kom op. Oké, we onderscheppen hier. Ik zie de ruimte van Calvert-Lewin. Kom op. Dit moet 1-1 worden. Calvert-Lewin. Tegen Eders. Calvert-Lewin. Let's go. 1-1. 39ste minuut. Dominic Calvert-Lewin met 1-1. En ze staan weer gelijk tegen City. Wie anders dan onze nummer 9. Staat ineens vrij. City speelt heel aanvallend. En goede bal van Captain Alan met de assist op onze topscorer Dominic Calvert-Lewin. Belangrijk doelpunt en we zijn terug in de wedstrijd. Okay, Iwobi, heerlijke actie. Versnellen, want Iwobi is natuurlijk heel erg snel. Alan. Yes, 82e minuut. 2-1. Dik en dik onverdiend. Ja, eigenlijk zijn we de laatste 10 minuten eigenlijk alleen maar aan het aanvallen. We zijn de betere ploeg, maar heel de wedstrijd is City eigenlijk de betere ploeg geweest. En Alan. Ja, we tikken even goed en we staan 2-1 voor tegen City. Ja, Delft komt maar in. We gaan iets verdedigender spelen. We staan voor, dit mogen we niet meer weggeven. Heerlijk, onze captain die het doet tegen het nummer 1 Manchester City. Oh, wat een heerlijk gevoel. Ik wil echt keihard juichen, maar dat kan niet, want mijn broer is hier naast aan het werk. Oké. Yes, 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 yes. Weer 3 punten erbij. Dus tegen City. Wie had het verwacht dat 6 punten zou halen uit deze 3 topwedstrijden? Ik wel. Ik had verwacht dat wel United zou winnen. En misschien van Chelsea. Maar van City had ik echt niet verwacht. Alan, wat een beest. Ja, het ging eigenlijk wel gelijk op. We hebben qua balbezit meer schoten. Op het doel hadden we evenveel. Dus heerlijk deze overwinning. Echt geweldig. Oké, zo ziet. We staan dus 6 punten los op Chelsea. We hebben een wedstrijd minder gespeeld op Tottenham. Dus we staan met 3 punten op achter. Dus we staan er goed voor. En dit is fijn om te zien, want dit is wat we willen zien natuurlijk, dat we er voor staan. De volgende aflevering wordt dus de seizoensfinale tegen Burnley simuleren denk ik, Leeds simuleren denk ik. Simuleren misschien tegen Wolves simuleren tegen Aston Villa spelen tegen Arsenal. We gaan even kijken natuurlijk wat de punttelling is, kan ik niet precies op dit moment zeggen. Maar ja, bedankt voor het kijken naar deze aflevering. Laat zeker even een like achter als jullie deze aflevering leuk vonden. Abonneer ook even als je nieuw bent. Check ook zeker even de aardigskrim met het video in het ietje. Doe dat zeker even en zie ik jullie. Zo snel mogelijk weer met een nieuwe aflevering. Of een überhaupt een nieuwe video. Later mensen.